Ik sta in de grote zaal van de Baron en daar vindt op 6, 7 en 8 mei 2016 de familievoorstelling plaats Acacia, de Groene Prinses. Hé, hey Manon! Hé, hey Alfred! Ik hoorde je net zeggen Acacia, de Groene Prinses. En het klopt, dat is de familievoorstelling die wij hier gaan neerzetten. En het gaat dus over Acacia, de Groene Prinses. En het lijkt wel een hele lieve prinses, maar stiekem is ze heel stoer. Vooral als ze jarig is en aan het volk wordt gepresenteerd, maar vlak voor haar verjaardag verdwijnt. En in die voorstelling zitten ook hele leuke rollen. Zo hebben we dus Acacia, de Groene Prinses, maar ook de Baron van Dedum junior en Marle zitten erin. En ook een hele mooie mannenrol, Rover, die heel veel, ja, best wel mooie liedjes heeft om te zingen. Hé, hey, Jurgen. Hé. Hey. Wil jij nou ook een van die fantastische rollen die Manon net heeft genoemd? Doe dan auditie op 8 of 9 januari hier in de Baron. We hebben een fantastische regisseur, Sebastiaan Geurkink. En we hebben ook een fantastische muzikaal leider, Vincent Timmermans, die jullie gaan begeleiden en die samen met alle spelers een fantastische voorstelling gaat neerzetten op 6, 7 en 8 mei hier in de Baron. Hé, hey Larissa. Wil je nou meer informatie? Ga dan naar www.cultuurdelenloen.nl of naar onze Facebook. Ben ik te laat? Ben ik buiten? 8 of 9 januari, hier in de Baron. Kom auditie doen. Tot dan! Tot dan! Dank jullie wel!